Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag ga ik de Q&A vragen beantwoorden. En ik had jullie op Instagram een paar vragen gesteld. Die ga ik vandaag allemaal beantwoorden, of toch de meeste. Vandaag zit ik er ook cozy en comfy bij in mijn jogging. As you can see, ja, het is een chill dagje en ik dacht, waarom niet gewoon chill samen met Muffin de vragen beantwoorden. Er zijn een heel deel leuke vragen binnengekomen, dus die ga ik allemaal beantwoorden. Als eerste, ga je nog een katje erbij nemen? Nee, denk het voorlopig niet. Ik zou het zeker graag willen, echt heel graag. Maar twee katjes is voorlopig wel genoeg. Die geven mij genoeg liefde. Welke job zou ik leuk vinden als ik geen influencer was of geen webshop owner was? Ik heb altijd graag in de verkoop gestaan. Zoals velen van jullie weten heb ik in de H&M gewerkt en dat vond ik best leuk. Wat zou ik willen doen? God. Misschien schoonheidsspecialist of zo. Of nagels. Zoiets, denk ik. Ik denk dat ik dat nog wel tof zou vinden. Al heb ik niet heel veel geduld. Dus nagels misschien niet. Maar zo gezichtsverzorging, puistenpitsen en zo, zou ik echt leuk vinden om eerlijk te zijn. Dus ja, misschien zoiets. Professioneel puistenpitser. Talisa Loep. Als ik één plek in de wereld mocht kiezen waar ik voor de rest van mijn leven zou willen zijn, dan zou dat sowieso Sarasota zijn. In Amerika, want ik ga er elk jaar naartoe met mijn ouders al 18 jaar denk ik, soms ook een paar keren per jaar. En dat is gewoon thuiskomen, dat is gewoon mijn favoriete plaats op de wereld. Ik heb sowieso nog niet alles van de wereld gezien, maar van wat ik heb gezien is dat dus mijn favoriet. Je bent altijd zo positief, wat super leuk is. Hoe doe je dat toch? Ik heb natuurlijk ook wel zeker mijn down momenten, heel zeker. Bijvoorbeeld gisteravond had ik even een moeilijkere avond. Die zijn er. Nou, ik denk ook gewoon heel vaak in mezelf van, kijk wat ik allemaal heb. Kijk wat ik heb kunnen bereiken. Mijn job, mijn leven. It's not a bad life, weet je? Oké, ik heb ook tegenslagen en shit. Ik denk gewoon dat je dat vaak moet relativeren. Bijvoorbeeld met mijn auto al een tijd geleden als ik ben gebotst of zo, dat is zo kut. Maar langs de andere kant denk ik dan ook van ik heb niks en het is maar materiële schade. Dus thank God. Snap je? Ik denk gewoon dat je een beetje moet relativeren. Sommige dingen zijn gewoon niet het einde van de wereld. En ik denk dat wij ons als mensen vaak druk maken om de kleinste dingen. Als er iets misloopt, dan maken we ons al druk of dan is ons leven al kak of trekt het al op niks. Maar dat is niet zo. Ik denk gewoon vaak denk ik aan wat ik wel heb en niet zozeer aan wat ik niet heb. Want natuurlijk, ik zou ook een dikke BMW i8 willen en een gigantisch chic huis en weet ik veel wat. Natuurlijk droom ik over heel veel, maar ik heb dat niet, maar maakt dat mij daarom ongelukkig? Nee. Of oké, als er tegenslagen is of een relatiebreuk en zo, dat is heel shit en dat is even echt iets heel kut waar je door moet. Maar dan denk ik gewoon van ja, dit is gewoon, dit had niet mogen zijn, dit is mijn pad. En er zijn ergere dingen. Ik ben gezond, hout vasthouden, is er echt hout hier? Mijn ouders, mijn familie, mijn zus, mijn vrienden zijn gezond. En dat is denk ik een van de belangrijkste dingen. Ik heb mensen rondom mij die veel om mij geven. En waar ik veel om geef. Ik heb de beste vrienden die je kunt voorstellen. Allee, Celine bijvoorbeeld is mijn beste vriendin. En ik denk dat zo'n vriendschappen echt heel zeldzaam zijn. Ik heb een hele goede band bij mijn thuis. Dus dat is zoveel belangrijker. Dus waarom zou ik niet gelukkig zijn? Ik heb ook echt kutmomentjes. Of ja, dat ik me echt droevig voel. Of vaak alleen. Ook omdat ik alleen woon nu.
Maar dan denk ik gewoon aan mijn eigen van, ik moet blij zijn met wat ik heb, wat ik wel heb. En deze tijd alleen is ook goed voor mij op een of andere manier. Dus het is gewoon wat het leven in gedachten had en just living my life. En waarom zou je dan niet positief zijn? Het is toch leuker om gewoon positief te zijn en te houden van je leven, te genieten van je leven en niet te klagen over alles. Natuurlijk, ik klaag ook, hè. Ik ben ook maar een mens. Maar soms moet je gewoon een beetje relativeren. En dat is het belangrijkste, want you only have one life, hè. Denk ik toch. Wie weet, kom ik terug als een kat. Dat hoop ik echt. Dat is mijn doel. Hoeveel tatoeages heb ik en hebben ze een betekenis? Ik weet echt niet hoeveel. Ik heb ze eigenlijk echt nog nooit geteld. Maar ik denk toch wel een stuk of 20 of zo. Ja, sommige hebben een betekenis, sommige niet. Ik heb er ooit al eens een video over gemaakt, maar ik zal sowieso nog wel eens een updated video maken in de toekomst. Wat is mijn favoriete liedje? Mijn all-time favorite song is... Ik heb er eigenlijk twee. Want ik had erover laatst een discussie over met Celine. Dat ik altijd wissel tussen twee. Maar dus de eerste is End Credits van Chase & Status. Heeft ook een heel belangrijke betekenis voor mij, het liedje. En dan mijn tweede is Miss Independent. Waar is het nu? Van Neo. Dus dat zijn wel mijn twee echte favorieten. En momenteel... Ik heb heel dit zo de hik. Precies. En momenteel mijn lievelingslied. Ik denk deze. Deze is Won't Be Late van Swae Lee en Drake. Dat is momenteel gewoon eentje die ik veel luister. Heb ik piercings? Nee. Oorbellen. Als dat telt, oorgaatjes. En vroeger had ik er hier een, maar die was ontstoken. Maar voor de rest, niks. Hoeveel geld gebruik je voor kledij maandelijks? Ik ben met iets nieuw bezig. Omdat Celine mij zo heeft geleerd hoe dat te doen. Om een bucket te maken maandelijks. Dus bijvoorbeeld een bucket voor kleding, een bucket voor huishouden, een bucket voor eten. En daar altijd een bedrag op te zetten hoeveel je mocht opdoen. En als de bucket... is. Als je het bedrag op hebt gemaakt, dan mag je niks meer kopen. Ik denk dat ik in mijn bucket €150 ga zetten. Maar ik denk nu dat ik toch maandelijks tussen de €150 à €250 opdoe. Maar niet per se alleen aan kleding, maar ook aan huisspulletjes ofzo. En dat hangt ook wel van maand tot maand af. Want in de zomer shopte ik veel minder dan dat ik nu doe, dat het kouder wordt. Omdat dan zit je s'avonds gezellig voor de tv en dan is het zo fijn om online te shoppen. Welk anticonceptie gebruik je niet? Nu je niet meer de Nuva-ring gebruikt. Dat is ook wel een goede vraag. Ik gebruik nu gewoon de pil. Wel de micropil, denk ik dat het noemt. Of de minipil. Ik weet niet juist. Dus die heeft iets minder hormonen. Maar die beschermt wel nog altijd even goed. Aangezien dat ik een angststoornis heb, emetofobie, kan de pil of de Nuva-ring of een spiraal best invloed hebben op mijn gemoedstoestand en mij angstiger maken. Dus ik heb een tijd niks gebruikt, dan heb ik een tijd de Nuva-ring gebruikt, maar nu gebruik ik gewoon terug de pil. Vroeger kon ik de pil niet uitstaan, ik moest daar van kokhalte en overgeven en dan kwam mijn pilletje er terug uit. Nou, ik ben wel geen voorstander van de pil. Ik kijk er al naar uit als ik kindjes heb gehad of zo en mijn toekomstige zich kan laten steriliseren, niet hè? Kastri, wat is dat? Nee, wacht, dat is bij dieren. Alleszins, zodat we geen kindjes meer kunnen krijgen. Tips om 's morgens met een goed gevoel terug aan een nieuwe schooldag te starten of een goede dag. Oh, ik snap dat naar school gaan echt niet zo fijn is. Sommigen vinden dat echt fijn. Ik in mijn tijd vond dat echt niet leuk naar school gaan. Je moet maar denken, het is maar voor even. Het is maar x aantal jaar van je leven. En daarna gaat je werken
en thuis totdat je op pensioen gaat. Dus geniet nog van je schooltijd, want ik mis school soms wel. Ik ging niet graag naar school, maar ik miste mijn vrienden op school en zo wel soms. Maar denk gewoon, het is niet voor altijd. Je moet dat even doorstaan en naar school gaan. En dat komt goed, want de rest van je leven gaat je werken. Dat is voor altijd, hè. Dus geniet er nog van, zou ik zeggen. Want school is best wel easy. En als je in het volwassen leven terechtkomt, staat je vaak voor heel andere problemen. Maar gewoon ook om aan een goede dag te beginnen. Wat ik vaak doe, 's ochtends, en dat klinkt misschien heel stom, maar als ik tegen mijn eigen zeggen, vandaag wordt echt een goede dag. Ik sta op met goede moed en ik ga ervoor. En als er tegenslag is, is niet erg, dat hoort zo. En ik ga gewoon een goede dag hebben. Echt zoiets stom. Of ook soms zeg ik gewoon tegen mezelf van, you got this. En gewoon dat ik een powervrouw ben. En dan geeft me gewoon een beetje een mind boost. Hoe is het met je fitness? Ah wel, het was niet zo goed. Ik heb echt een maand niks gedaan met verhuizen. En dan was ik de drive even kwijt. Dus een maand gewoon niks gedaan. En Celine ook niet. We waren wel echt zo allebei op onze low een maand. En we hebben gewoon niks gedaan en veel gevreten. En nu zijn we terug begonnen sinds 3 dagen. Dus we zijn al 3 dagen naar de gym geweest. En ik moet zeggen, de motivatie is nog niet terug. Maar het helpt wel om samen met iemand te gaan. Want de eerste dag dacht ik, oh, ik ga niet, ik ga afzeggen. Maar dan zegt Celine, je moet. En je laat me niet alleen. En je moet mee. Ja, en dan moet ik wel mee. Dus, maar de motivatie komt meestal bij mij als ik zo'n week of 2 weken terug bezig ben. En wat voor mij heel hard helpt, is echt naar zo foto's kijken van Instagram modellen die echt een banging body hebben. Dat ik echt denk, wow, zo wil ik eruit zien. En dan denk ik, oké, ik moet trainen. Want je gaat er niet komen met op je gat te zitten, hè. You need to work for it, hè. Happy single life of happy relationship life? Veel vragen daarover. Ik wil er niet te veel woorden aan vullen maken, maar happy single life. Hoe bewerk je je foto's? Ik bewerk mijn foto's via Lightroom app op de GSM. En ik gebruik de filters van Totally Too. Die kunnen jullie kopen, maar ik denk dat heel veel van jullie die al hebben. En momenteel op mijn feed gebruik ik de Ibiza filter. Sinds wanneer heb je Instagram en wat was een van je eerste geposte foto's? Dat is ook wel een leuke. Ik heb Instagram al 10 jaar, denk ik. Dus dat kan al tellen. Ik was er vroeg bij. En ik weet, mijn allereerste foto die ik ooit heb gepost was mijn papa aan de keukentafel met zo'n filter op, met zo'n, noemt dat zo'n oranje lichtstreep, zo'n leak. Dus dat was mijn eerste foto, mijn papa. Thanks, dad. Hoeveel keer verander je op een dag van kledij? Dat hangt er vanaf. Soms niet. Soms 2 keer, soms 3 keer. Hangt er echt vanaf. Zoals vandaag bijvoorbeeld ben ik naar de fitness geweest. Dan had ik sportkleding aan. En dan ben ik wel zo gaan werken op kantoor ook in mijn sportkleding. Dan ben ik thuis gekomen. Ik doe altijd een jogging aan als ik thuis ben. Ook al is het maar voor een half uurtje. Sowieso een joggingsbroek. En dan straks ga ik eten bij mijn ouders. Dus dan doe ik waarschijnlijk terug gewone kleren aan. Dus dan heb ik eigenlijk 3 keren gewisseld. Maar als ik een dag gewoon thuis werk, dan doe ik meestal gewoon van mijn pyjama naar een jogging. En dan zit ik de hele dag zo. Wat heb je gedaan als shopstudentenwerk? Ik heb lang in de Colruyt gewerkt. De Colruyt. Vroeger lachten ze mij daar altijd mee uit als ik Colruyt zei. Toen ik in Diest naar school ging. Omdat ik Colruyt zeg. En zij zei de Colruyt. Of zoiets denk ik. Maar alleszins, daar heb ik gewerkt. Daar heb ik best lang gewerkt hoor. Ik denk van mijn 16 tot mijn 20 heb ik daar altijd vakantie- en weekendwerk gedaan. En dan het laatste jaar dat ik vakantiewerk deed, dan was ik denk ik 21. En dan heb ik nog een jaar bij de Nike gewerkt. In een Nike fabriek in, waar ligt dat? Geel of zo denk ik. Herentals Geel is dat? Ja, bij Geel of de Senderlo. En daar heb ik nog een jaar op picking order gewerkt. Maar de Colruyt was echt zwaar. Ik
geloof mij, echt chapeau voor de mensen die daar werken. Want dat is echt niet zo chill daar. Want in een Spar of zo kun je dan aan de kassa zitten. Maar in een callwork moet je altijd staan en zware dingen overheffen en zo. Ik vond dat echt zwaar. En je moest zo de nummertjes van de fruit en groente van buiten leren. Dus dat was echt soms zo een mindfuck. Ik droomde daar echt 's nachts van. Dat ik ze niet meer wist welk nummertje wat was en dat ik niet snel genoeg kon zijn aan de kassa. En ik weet die nummertjes nu nog. Tomaten was 55, komkommer was 62, Granny Smith appelen waren 333. Dus als er iemand in de callruit werkt, laat mij weten als die nummertjes nog hetzelfde zijn. Dus ik zou morgen terug in de callruit kunnen gaan werken en ik ken de nummertjes nog. Oké, ik denk dat dit al een heel veel vragen waren. Dus ik ga hier de Q&A afsluiten. Maar ik ga een deel 2 doen, want er zijn nog heel veel vragen. En ik wil zoveel mogelijk van jullie vragen beantwoorden. Dus woensdag komt de Q&A deel 2 online. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. Dus zeker thumbs up. Dank jullie wel ook allemaal om vragen in te sturen. En voor jullie support. I love you all. En ik zie jullie snel weer.